Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Smaakmakers. Ook deze week ontvangen wij weer een smaakmakende gast. Een persoon die op haar manier smaak geeft aan de stad. We ontvangen straks Anneke Stins, commercieel directeur van Breepark. Breepark, de vrije tijdzone aan de rand van de stad, waar horeca, sport en entertainment op een hele mooie manier samenkomen. Ik ga haar ophalen. Dag Anneke, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te ontvangen. Ja, zullen we het gaan over het Breepark hebben. Ja, fijn, in deze hectische tijden. Ja, bij ons wel. Ja. Nou, we gaan eerst even de winkel in winkelen. Leuk. Met iemand die jij kent van Fifth Avenue, het restaurant bij jullie. Ja. Toria. Ja. Dus we gaan naar haar toe, want ze staat geloof ik al bij de vleeswaren. Nou, ben benieuwd. Ja? Oké. Okay. Hoi, dag Bart. Goedendag. Leuk. Toria. Jij gaat vandaag samen met Anneke wat bij ons bereiden in de keuken. Ja. Kan je vertellen wat? Ik ga een Italiaanse sandwich, club sandwich, met pesto, basilicum, parmezaanse kaas, zongedroogde tomaatjes. Een soort club sandwich op Italiaanse wijze. En wat voor ingrediënten hebben we daarvoor nodig? We hebben als hoofdingrediënt hebben we de parma. Parma ham. Gedroogde ham. En die heb jij uitgekozen, Bart? Nee. Die heeft ze zelf uitgekozen, okay. Maar we hebben hem wel in ons assortiment. Oké. Okay. Dat scheelt. En kun je daar wat over vertellen? Parmaham zijn de hammen uit de Parma-streek, Italië, luchtgedroogde ham, gezouten met zeezout, 12 maanden gerijpt. Oké. Okay. Erg lekker. Ja, gaan we voor. Zin in. Ja. Hebben we nog wat anders nodig? Ja, we hebben nog wat nodig van de groenteafdeling. Dus dat gaan we zo even halen. Basilicum. Zongedroogde tomaatjes, olijfjes. Oké, okay, allemaal om de Italiaanse smaak te geven. En de pesto mee te maken. Ja. Helemaal goed. Nou, lopen jullie deze kant op? Dankjewel, Bart. Jo, fijn dag. Dankjewel. Toch maar de pesto? Ja, daar gaan we onze pesto mee maken. Lekker tomaatjes erbij. Oh, helemaal goed. Kijk daar. Die ga jij dan zondrogen op? Ja. Ja. Oké, ik zie jou straks in de keuken. Dat is goed. Dan gaan wij nog even een glaasje wijn proeven. Lekker. Tot zo. Ja, tot zo. Stefan, een glaasje wijn bij een Italiaanse versie van een club sandwich. Zeker. Nou, uiteraard heb ik daar Italiaanse wijn bij geselecteerd. Dat is van de Vermentino druif. Komt uit de Maremme. Dat is een subgebiedje binnen Toscane. Nou, Toscane, daar hoef ik geen tekening bij te maken, denk ik. Dat is wel bekend, hè, onder de Nederlanders. Mooie frisdroge witte wijn. Heeft wat wit fruit, is wat mineralig. Is zeker niet de dominant van karakter. En we gaan hem lekker laten keuren. Daar komt ie. Hoeveel flessen maak jij nou zo open op een dag? Dat valt mee, hoor. Oh, oké, okay, gelukkig, mee. Gelukkig. Ja. Ik ben weer benieuwd hoeveel drink je er per dag, toch? Alleen s'avonds, hè? Oh, dat. Ja. Kijk eens. Kijk, dankjewel. Alsjeblieft. Ook dat moet spugen ze vaak uit. Ja, dat zeggen ze. Ja. Dat is mij ook nooit gelukt. Zo. Nou, ik ben benieuwd wat jullie vinden. Hij ruikt fris in ieder geval. Ja. Ja. Dat is niet zacht, wel stevig. Beetje stroefig ook wel. Het heeft een bite. Kalk. Op wat voor grond is dit dan? Het is inderdaad wel kalkgrond, dat klopt ja. Ja. Maar het is ook de druivensoort die dit type wijn inderdaad geeft. Heel veel verstand van gekregen in een heel seizoen smaakmakers. Ja, in de loop van de jaren. Het is wel een volle wijn. Het is geen hele frisse... Geen wegdrinker. Het is geen wegdrinker. Het is echt gastronomisch. Wijn. Maar goed, dat is dus in dit geval komt dat natuurlijk fantastisch uit. Dus, gastronomisch bij iets eten. Ja. Nou, hartstikke lekker. Dankjewel. We nemen een flesje mee. Alsjeblieft. En dan moet jij je handen uit de mouwen gaan steken. Moet ik ze meenemen? Nee, ik neem hem mee. Maar in de keuken ga jij je handen uit de mouwen steken. Ja, gaan we proberen wat lekkers te maken. Dankjewel. Dankjewel. Doeg.
daar zijn we. Italiaans wijntje voor je meegebracht. Lekker. Ja. Uit een subgebied in Toscane. Welke weten we niet meer precies? Hebben we gehoord. En witte. Ja. Ik zet hem even koud en ik wens jullie veel succes. Dat gaat lukken. Aan beginnen. Vertel, wat moet ik doen? Je mag bij mij brood snijden alvast. Ja. We doen 3 sneetjes. Ja. Ongeveer 2 centimeter bijna. Ja. Oké, okay, en dan wil je er voor allebei de borden, hè? Dus we hebben er 6 nodig. Nou, zouden we hier toch uit moeten gaan halen? En dan? Dan gaan we ze besmeren met pesto. Leg ze hier voor jou neer. Heb je die pesto zelf gemaakt? Ja, die heb ik zelf gemaakt. Met verse basilicum, parmezaan. Wat doe je daar allemaal bij? Bijenboompitten. Ja? Parmezaan, verse basilicum, olijfolie en lekkere afkruiden met peper en zout. Dus daar gaan we eigenlijk elk broodje insmeren. Italiaans kan het niet, hè? Nee. Laatste. Zo. Kijk. Oh, dit zijn wel wat grotere plakken. Ja. Voor iemand met veel honger, hè? Precies. En jullie zijn, eigenlijk zijn jullie van origine natuurlijk Belgisch. Ja. En verdwaalde nou, Belgen die, zit je hier met Fifth Avenue natuurlijk in Nederland. En hoe, wat is het grootste verschil nou tussen Nederland en België, ook als het gaat om het eten? Is daar een groot verschil in? Ik vind Nederlandse mensen gezelliger. Wij zijn leuker, ja? Ja, jullie zijn echt gezelliger. Bij ons zijn ze een beetje altijd heel serieus. Oh, dus, heel netjes. Ja. En ik vind Nederlandse mensen vind ik gezelliger in omgang. En in kan de eetcultuur? Kan makkelijk een babbeltje slaan en zo. Want je hoort ook wel eens dat Belgische mensen veel buiten de deur eten tijdens lunch en dat wij Nederlanders dat de Belgische mensen wel, wij zijn meer van het 's middags gelijk beginnen warm eten en hier in Nederland is het dat doen we niet. Ze gaan aan de slaatjes, aan de clubs en wij zijn gelijk van het warm eten 's middags. Ja? Dus je merkt wel echt een cultuurverschil tussen de twee landen die niet zo ver uiteen liggen. Nee. Nou, even kijken. Zo. Voor wel voor mensen met veel honger. Ja. En dat heb jij niet. Je gaat het straks zelf opeten. Ja. Het ziet er mooi uit, zeg. Leuk. Heerlijk. Kan jij het zelf verder afmaken? Jazeker. En dan vraag ik je allemaal vast aan tafel te gaan. Gaan we dan doen. Dan gaan we het zo over het breedpark hebben. Ja, hè? Nou, leuk. Na een ontwikkeltraject van maar liefst 15 jaar is Breepark geopend. Er is nog veel werk te verzetten, maar de eerste evenementen vinden er al plaats. We kijken naar wat beelden vanuit de lucht. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. Nou, aan tafel. Ja. We zagen zojuist wat beelden die door jullie met een drone geschoten zijn. Ja, afgelopen week zelfs. Ja. Nou, daar zie je wel de omvangrijkheid van het gebeuren. Het is heel divers. Ik denk dat heel veel Bredanaars het helemaal nog niet kenden. Nee. Als je het nu in de stad vraagt, Breepark, of je gaat kijken, zijn er heel veel mensen die het niet kennen. Gewoon helemaal niet. Of die bijvoorbeeld weten dat de Decathlon er al is, of de bioscoop. Ja. Maar dan inderdaad zeggen, nou, een evenementencomplex, 13.000 man, waar dan? Ja, precies. Kan jij kort een beetje de achtergrond van dit ontwikkelproject? Ik zal de korte versie inderdaad proberen te doen. Breepark is eigenlijk ontstaan door het idee van één persoon, van Henry Martens. Dat is ook de eigenaar van het evenementencomplex en een aantal van de gronden. Kijk, lekker. Die is daar ooit vanaf 2002 mee begonnen, 2005 in de gemeente Breda en toen langzaamaan een projectontwikkelaarsrol gegaan en alles natuurlijk meegemaakt qua planvormingen,
bestemmingsplannen, milieuaanpassingen, noem het maar op. Ja. Uiteindelijk met één visie. En dat was ook voor de stad Breda een evenementenlocatie verzorgen. Want die heeft Breda niet. Geen hele grootschalige evenementenlocatie. Nee. Dus dat was hetgene waar de stad eigenlijk op vroeg. En dan denk je aan wat zijn concurrenten van jullie? Wat zijn grote... Nou, als je naar de concurrenten kijkt, dan zitten wij wel met een Ahoy en een Brabant Hallen in concurrentie. Maar in ieder geval, dat is dus nu 15 jaar heeft dat geduurd. En nu zijn jullie dus, zoals ik al zei, open voor business. Ja. We van de week even snel rondgeleid. En nou ja, dat kan eigenlijk niet snel. Want het is gewoon... Heel groot. Heel groot. Ja. Ik vertelde gewoon, er zijn al evenementen die binnenkomen. Ja. We hebben een week of twee, drie geleden hebben we de trouwbeurs al gehad. Oh ja. Is overigens een Bredaanse ondernemer, Maarten Dop. Van Yes is ooit begonnen in het Turfschip, in de oude evenementenlocatie. Die was ook wel erg trots dat hij weer terug in Breda mocht komen. Ja. Daarnaast, Love and Marriage. Love and Marriage is dat. Daarnaast staan er nu opnames gepland voor RTL Duitsland. Hebben wij aan het einde van het jaar hebben wij een eigen productie voor het Chesso Show. Ja. Zijn we heel trots dat die Bredanaar ook gewoon bij ons komt optreden. Ja, en staat er heel veel op planning. En dat is van muziek, hè? Dus echt een urban event. Tot en met sportwedstrijden als een NK ambtenarenloop. Dus echt een ontzettende diversiteit. NK ambtenarenloop. NK ambtenaren, 5000 ambtenaren rennend door het gebied. Ja. Oké, Nou, door het gebied ook de stad in? Of alleen, echt over heel Breepark heen. Okay. Dus over het buitengebied en door de hal natuurlijk. Want daar gaat het ons om. Ja. Want die hal, dus de grote, want er zijn vergaderzalen. Je kan er voor kleine en grote particulieren en zakelijk terecht. Alleen de grootste hal die is dus, zei je, kunnen 13.000 bezoekers. Ja. Het is ongelooflijk. In vergelijking met bijvoorbeeld een Ziggo Dome of een... Nou ja, als je het gaat vergelijken, Ziggo Dome kunnen 16.000 bezoekers in. Maar er zitten wel natuurlijk tribunes in. Ja. Ja, en wij hebben geen tribunes. Dus wij zijn echt een lege hal. Er zullen even mensen zijn die dat wel gebruiken. Maar de oppervlakte is al groter dan Ziggo. En 13.000 bezoekers is heel veel. Ja. Nou, het is heel indrukwekkend. En ik denk inderdaad dat je, als de business dan ook daadwerkelijk komt. Oeh, zeker. Kijk eens, zo. Lekker, dankjewel. Zeker kan meten aan Ahoy of een Brabant handelen. Brabant Hallen. Ja. Dankjewel, hè? Ja. Dat is een beetje snel, hè? Och, wat een toren. Ja. Dus ook bij Fifth Avenue moet je wel even de tijd nemen. Ja, ja. En goed nadenken hoe je iets gaat eten dan. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Zeker nu de deuren echt open zijn. Ja. En ik zei al, er is nog veel werk te verrichten. Te verrichten. Ik denk ook met zo'n omvangrijk pand. Ben je niet zomaar klaar. Het houdt ook nooit op, denk ik. Er is altijd wel weer ergens een plek. Iets te doen, ja. Jij ook bedankt voor je komst. Dankjewel. Ik vond het heel interessant. En u ook bedankt voor het kijken. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe smaakmakende gast. Graag tot dan. Eet smakelijk, ja. En proost. Proost. Op de hut vullen. Goeie business. De hut vullen zouden wij vroeger zeggen.